Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 Might & Career Mode voor aflevering 7 hier in België. Heb je aflevering 6 in Engeland gemist, dan zal ik die eerst even terugkijken voordat jij deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en zie je de aflevering schijnen. En ben je hier nu op mijn kanaal en meer wekelijkse afleveringen van F1 2020 Might & Career Mode zien? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op aan, zodat jullie geen enkele video meer van mij missen. We gaan nu lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van België natuurlijk. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie voor de grote prijs van België. Het is op dit moment lekker droog, geen regen op dit moment en we lieten een Alfa Romeo voorbij. We gaan ons opmaken voor onze allereerste ronde hier in Spa-Francorchamps. DRS geopend op naar Laatste Tours en dan door naar Rouge en Radion. Of Radion. Kom hier aan. Volgens mij is dit Blanchimont, terwijl Max Verstappen een 1.43.5 laat noteren. Hier is dan de busstopchicane. Beetje te wijd hier. DRS wel geopend en het is een P6 op 19e van Lance Stroll. P16 op dat moment en dat is denk ik net genoeg om door te kunnen komen naar Q2. Dus ik heb besloten om nog een rondje erachteraan te doen. Ja, en dan een paar seconden op de klok, dat wel. Maar op dezelfde set banden. Rouge is goed genomen. DRS geopend. En dan ja, schieten we hier iets te ver door. En is ons rondje verpest. Hij was eigenlijk al niet goed. Dus ja, het maakt niet zo heel veel uit. P16 op dit moment. En dat is voldoende om door te gaan naar Q2. Het regent hier dan. En ik heb besloten om ja, even te kijken of wij een rondje kunnen zetten op de softbanden. Maar ik merk wel dat het harder ja, is gaan regenen. Ik heb hierna trouwens ook nog even een rondje op de intermediates gedaan, maar dat was gewoon helemaal niks. Dus dit ene rondje zit gewoon in de clip. Je merkt wel dat het gewoon ontzettend nat is in België, want het asfalt glinstert. We hebben gewoon heel veel moeite met de tractie. En het is een P3 op 5 seconden. Dat is helaas niet genoeg, want twee man zijn sneller gegaan. Ocon en Norris. Helaas dus, niet door naar Q3. We starten vanaf P12. Dus het belooft nog wat voor de grote prijs van België voor Career aflevering 7. Er is regen verwacht. Dat kan ons ja, misschien iets goed doen. Laten we het gaan zien voor de grote prijs. Welkom along then to the Belgian Grand Prix. The race that gave us the maiden victory for the Jordan team in 1998. And in the same team, the phenomenal debut of a young Michael Schumacher. There's always something special around one of the many corners of this fan favorite circuit. Spa-Francorchamps today, a circuit that spans 4.35 miles. There are tons of elevation changes along the way too. 19 corners making up this circuit, with 9 of those to the right and the remaining 10 to the left. This track is a great one for fans of pure speed. The average lap speed comes close to a whopping 145 miles an hour. A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. Now, I want to ask you about Lewis Hamilton. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? There are never any guarantees in this business, but certainly the performance last time out would have boosted their confidence coming into this one. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session.
An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Leclerc, Sebastian Vettel, and Perez, Albon, Ricciardo, Sainz, and Lando Norris, Ocon, the rookie, Lance Stroll, and Gasly, Kvyat, Giovinazzi, Kimi Raikkonen, and George Russell, Latifi, Grosjean, Delatraz, and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. And now, it's time to head down to the track. Let's see if we can push for a top 10 finishing position today. Nou, we moeten gaan pushen voor een top 10 finish, zegt Jeff. En dat is dan dus ook ons doel. Aan het einde regen. Soft, medium is de strategie. Misschien kunnen we die aanpassen. Maar ik weet niet zeker naar hard, soft. Ja, ik weet niet wanneer die regen gaat vallen. Dus we doen maar, denk ik gewoon, ja, de normale strategie. Soft, medium of soft, hard. Boeien, we zien het allemaal vanzelf wel. Want we gaan beginnen voor de grote prijs van België. Career aflevering 7 van My Team Career Mode is onderweg. En we hebben een hele goede start. Al gelijk Sainz en Norris. Ocon al te gaas genomen, hier een dive bomb maken naar Vettel. Die kunnen we niet passeren, maar wel Alexander Albon. P7 op dit moment, een uitstekende start hier in België. Maar een nadeel, we zijn wat zwakker op het rechte stuk, want ik heb voor een extreem lage downforce setting gekozen. Dus Ricciardo gaat hier ons denk ik gewoon voorbij. En Albon ook. Norris denk ik ook. Ja, Ricciardo is er voorbij. Albon ook. En die laten we niet leven, want we duwen hem naar buiten toe. Daardoor kan Lando Norris profiteren. En kunnen jullie bij de busstopchicane kijken bij Ricciardo? Lukt dat? Hij zit hier wat te slapen, terwijl Lewis Hamilton een 1.48.7 laat noteren. En wij pakken Ricciardo daar buitenom. Goed gedaan, ronde nummer 2 inmiddels. En volgens mij is Hamilton al helemaal weggereden van Valtteri Bottas. En houdt Charles Leclerc de boel daar op, zie ik op de minimap. Maar Vettel rijdt gewoon van ons weg en Ricciardo kan hier denk ik gewoon weer terug aanvallen. Wij gooien onze overtakeknop aan en Ricciardo walst er gewoon voorbij. Ook Lando Norris doet een aanval en hij rijdt er ook gewoon lekker voorbij. Twee plekken kwijt binnen een paar meters tijd, dat geeft helemaal niks. Want de race is nog lang, 20 ronden te gaan. We wouden er even terug aanvallen bij Lando Norris, alleen dat lukte helaas niet. Dus een P9 op dit moment. DRS beschikbaar gesteld, we nemen hier een wat andere lijn richting La Source. Dan hier alles opengooien en Lando Norris is hier gezien. Nou, dit wordt spannend bij Orouge. Een optimistische manoeuvre helaas, want we moesten daar liften. En Albon kan gewoon mee profiteren van die fout van ons. Jammer, ik denk we doen het even bij Orouge. Daar halen we Lando Norris buitenom in. Nou, dat lukt dus helaas niet. Op de Radeon is dat dus buitenom. Ocon hebben we er even afverdedigd. Ronde nummer 5 inmiddels. En Albon en Norris zitten met elkaar aan de stok. En wij kunnen hier mee profiteren van dat gevecht. We moeten nog even wachten. Maar tot nu toe een prima grote prijs. Ocon kan daar naar de buitenkant kijken, maar wij gooien de deur daar dicht. Dus hij moet nog even wachten. P10 op dit moment. Wanneer kunnen wij Alexander Albon passeren? We hebben hier wel een slipstream van de Britse Thai. Volgens mij rijdt iedereen in de top 10 op de soft banden. Ocon ook op de soft, Sainz op de mediums. En Ocon kijkt dan naar die buitenkant. Hij wurmt zich er gewoon tussen. En dat was een mooi gevecht. En ik wou eigenlijk zeggen, P11 is nog niet van ons. Want wij verdedigen ons wat ruw. Maar dat hoort er gewoon bij. Vond je deze video nou leuk? Beloon het dan vooral met een like.
Ben je nieuw op mijn kanaal en wil meer wekelijkse afleveringen van F1 2020 My Team Community? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook gelijk het belletje op alles aan, zodat je geen enkele video meer van mij missen. Volg mij ook even op de sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Het zou leuk zijn als je me gewoon even volgde voor wekelijkse updates. En ja, dat is dus even wat ik wou zeggen op dit moment, want Albon en Norris zitten weer naast elkaar, side by side, is het in het Engels. Albon kijkt hier weer naar die buitenkant, Lando Norris laat hem hier rollen. Wij gaan even in besparingmodus en kijken dit rustig af. En die twee jongens hebben elkaar zo erg vertraagd dat wij gewoon hier Norris al te grazen hebben. En Albon, ook gelukkig, net was het eigenlijk, dat hij hem net te grazen, want Albon wou insturen. Maar hij kon niet insturen, want wij zaten daar aan die binnenkant. En dus heeft Norris geprofiteerd. Het is daar geel. Iemand is daar uitgevallen. Of rijdt langzaam. Wie is dat? Het is Alexander Albon. Albon uitgevallen. En één uitvallen dus. Jammer voor hem. Voordelig voor ons, want daar hebben we dan helaas geen... Sorry. Daar hebben we dan gelukkig geen last meer van. We moeten wel even verdedigen naar Lando Norris. Die kijkt hier naar die binnenkant. Zet hem er ook naast. Wij laten hem hier uitrollen. Geven wat extra gas bij om die bocht te halen. En daardoor kan Sainz profiteren. Die rijdt op de mediumband. En Sainz kijkt hier naar de buitenkant. Ook Lando Norris zit te kijken. We hebben hem net wat later. P8 nog steeds. En het gat naar Charles Leclerc is 4,5 seconden. Dat is nu 4,2. We zijn net wat aan het dicht rijden. Maar Leclerc hoort denk ik ook steeds een overtake-knop aan. Dus we moeten gewoon naar achteren kijken. En Sainz rijdt dus op een andere strategie. Dan is daar in één keer Yannick Fiat. Die naar die binnenkant kijkt. Moest daar op het laatste moment op de rem. En had net geen touché met Lando Norris. Sainz nog steeds naar P9. Nu is het dus Lando Norris die naar P10 is gegaan en wij nog steeds op P8 in ronde nummer 8. Leclerc heeft gewoon een voorsprong op ons van 6,3 seconden. Het is wat bewolkter aan het worden in ronde nummer 9. En Sainz kijkt hier naar die buitenkant. Wij verdedigen die buitenkant. Oh, Sainz propt zich er gewoon tussen. Heeft een voorvleugelschade en Charles Leclerc duikt naar binnen. Daniel Ricciardo duikt naar binnen. De safety car is op de baan geroepen. Is er iets aan de hand? Dat weet ik niet zeker. Maar mijn banden zijn er wel aan. En dus gaan we zo meteen naar binnen. We moeten positief zijn aan de Delta. Maar waar rijdt die safety car dan? Die rijdt nog in begin sector 1. Dus hij moet Lewis Hamilton oppikken. En dan kunnen we ja, naar hem toe rijden. Dat is dus Max Verstappen. Maar je ziet het al, het is gaan regenen. En ja, de safety car komt dus nu naar binnen. En wij gaan denk ik ook een pitstop maken voor de intermediate. Bottas leidt de wedstrijd volgens mij. En daar zijn we dan dus naar binnen. Verstappen duikt naar binnen. En wij duiken dus ook naar binnen voor onze laatste pitstop. De intermediate. Russell rijdt door, weet ik niet zeker. Ze komen achter Bottas terecht. En voor Sebastian Vettel. Perez duikt dus ook naar binnen. Ik weet niet of ik dat al heb gezegd. Maar hierbij nog een keer. Perez duikt dus naar binnen. En dan hebben we hier dus de jongens die nog op die softbanden rijden. En die zijn dus gewoon de pineut, de Sjaak, de Leetras is ook gewoon de Sjaak. Die kunnen we hier al mooi passeren. En P7 is veroverd, goed om te zien. Bottas heeft Giovinazzi te grazen. En wij hebben hier dan ook Giovinazzi mooi aan de busstopchicane gepasseerd. Gat naar Bottas is 1,2 seconden. En dat is hij aan het uitbreiden, want wij zijn nu naar P2.
Bottas leidt dus nu gewoon de wedstrijd. Ik denk gewoon dat ik ga zeggen, jongens, een podium, ik vind het mooi. Een overwinning zou wel vet zijn, maar daarvoor moeten we denk ik nog even wachten. Het was gewoon een perfecte timing eigenlijk bij de weersomstandigheden. Want als ik een rondje later was geweest, dan waren we gewoon naar P19 gegaan, denk ik. Sebastian Vettel is nu aangedrongen en kijkt naar die buitenkant, maar wij gooien de deur daar dicht. Hij moet nog even wachten, de Duitser, die dus na Abu Dhabi, dat is dus de volgende wedstrijd, dan zit het seizoen 2020 er officieel op. En dan vertrekt hij naar Aston Martin, waar hij teamgenoot wordt van Lance Stroll. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Ik hoop echt dat hij zich verbetert, want ik ben een groot fan van de Duitser. Ja, na Abu Dhabi gaan we de winterbreak in. Dat is jammer. Maar goed, het was wel een leuk seizoen. Goed dat de FOM of de FIA toch nog iets heeft weten te maken van de kalender. Dankzij de coronacrisis is dat dus helemaal op de schop gegooid. Vettel kijkt naar de buitenkant. We moeten nog even wachten, want we remmen net een fractie later. En nog steeds is P2 van ons in ronde nummer 15. Nog 7 ronden te gaan. Dat gaat lekker snel. Ronde nummer 16. En Sergio Perez heeft Vettel ingehaald en kijkt dus nu naar die buitenkant. We remmen hier gewoon weer wat later dan de Mexicaan. En nog steeds, P2 is van ons. Er zijn nu nog 6 rondes te gaan. Het schiet lekker op. We hebben volgens mij nog een paar grote prijzen te gaan. Italië, Singapore en Abu Dhabi. En dan zit seizoen 1 erop. En dan ga ik kijken of we 16 races of een volledig seizoen doen. Want we gaan gewoon lekker door met de career mode. Ondanks die tegenslag die we hebben moeten maken. Vettel kijkt daar naar die buitenkant. Wij laten ruimte voor de Duitser. Remmen net wat later. En nog steeds P2 is van ons. P3 is dus van Sebastian Vettel. En Ricciardo heeft gewoon optimaal geprofiteerd van dat gevecht met mij en Seb. En is dus naar P3. Even terug naar de kalender. Misschien doen we volgend seizoen wel 16 races. En dan seizoen 3 een volledig seizoen. Ik weet het niet. Ik moet het gewoon even zien. Of we doen gewoon weer 10 races. Ik vind het leuk. Lekker kort seizoen. We moeten gewoon even zien. Maar eerst Spanje. Monza. Singapore en Abu Dhabi afronden. En dan kijken of we misschien iemand anders kunnen contacteren, want Luni de Letras die gaat er gewoon uit. Seizoen 2 hadden we George Russell. Misschien kunnen we die opnieuw contacteren. Misschien kan ik ook weer dezelfde auto maken. Dat zou wel vet zijn. Maar je weet het niet en ik moet het gewoon even allemaal zien. Ricciardo kijkt daar naar die buitenkant. Wij laten weer ruimte over. We remmen net wat later dan de Australiër. En nog steeds, P2 is van ons. Gaan we zo meteen ronde nummer 19 in. Met nog 3 rondes te gaan. Dus het belooft spannend te gaan worden. Voor deze laatste 3 rondes in Spa-Francorchamps. Wij rijden nu gewoon op podiumkoers. Dat wordt dan onze tweede podium van het seizoen. Onze tweede plek van het seizoen. Want hoger hebben we niet gehaald. En lager ook niet op het podium dan. Daar zit dan Daniel Ricciardo in de slipstream op Camel Straight. En is er niet voorbij. Dat had ik dus niet verwacht. Ik had verwacht dat hij er gewoon lekker voorbij zou gaan. Maar dat blijkt dus niet het geval. In Monza moeten we trouwens hebben een uitstekende kans op de overwinning. Terwijl Ricciardo daar kijkt naar die buitenkant. Dat lukt net niet. Ah, hij remt laat. En daardoor kan Vettel weer terugkijken. Vettel en Ricciardo knokken nu om P3. Even terug naar Monza. Ik verwacht daar toch wel een sterk resultaat. Want daar is weinig downforce nodig. En dat betekent dat we misschien een overwinning kunnen pakken. Ik zeg het gewoon gewoon patsboom. We kunnen misschien de overwinning daar pakken. Het zou heel vet zijn. Misschien ook de pole position. Maar ik weet het niet zeker. Want de Mercedes zijn gewoon zo snel. Momentje op de Rouge. Blanchimont, dat is geen Blanchimont, wat zeg ik nou weer? Maar goed, Vettel kijkt dan naar die binnenkant. Vettel spint!
Nee, Vettel spint niet. Vettel crasht. Vettel crasht op Camel Straight. Een eigen fout van de Duitser. Die hem fataal is geworden. Eén uitvallende Sebastian Vettel. Zat in mijn slipstream. Keek naar de buitenkant. En dat werd hem te veel. We snijden hier gewoon de bocht bijna af om Ricciardo te blokkeren voor die P2. Want nu is alles belangrijk. Het is daar geel. Oh, Gasly neemt nog eens mee. Pierre Gasly crasht bij Lando Norris naar binnen. Wat een chaotisch einde van de grote prijs is dit nou weer. Eerst Vettel die zichzelf eruit kegelt. Dan in één keer Gasly die toch nog naar P5 is gekomen. Hoe, weet ik niet. Die Lando Norris meeneemt. Of was dat Carlos Sainz? Dat weet ik niet zeker. Ik denk Lando Norris. De ene laatste ronde loopt. Maar ik vond het opmerkelijk wat Sebastian Vettel daar deed. Ricciardo kijkt daar naar die buitenkant. We laten hem leven. Remmen wat later dan de Australiër. En nog steeds P2 is van ons. Wel een momentje op Blanchimont. Verstappen kijkt nu bij Ricciardo. Die schiet hier wel een klein beetje door. Krijgen een waarschuwing vanwege het bochten afsnijden. Laatste ronde loopt inmiddels voor de grote prijs van België. Bottas wint gewoon de wedstrijd. Die heeft gewoon een halve minuut voorsprong op ons. Wij moeten nog Ricciardo, Verstappen en Gasly achter ons houden. En dan pakken we onze tweede podium van de My Team Career Mode. Ongelooflijk. Optimaal geprofiteerd van de safety car die naar binnen ging. Jezus, we moeten wel even Ricciardo nog even afzien te weren. Maar dat lukt denk ik wel. Ja, want hij heeft het zwaar. Werd daar op het gas geduwd door ons. We krijgen er geen waarschuwing voor. En dat betekent dus dat P2 denk ik gewoon van ons is. Waar was ik bij mijn verhaal? Oh ja, optimaal geprofiteerd van de safety car fase. Een blunder van Sebastian Vettel. Bottas wint hier dus de wedstrijd. Dat is dus nu bevestigd. Gasly die Lando Norris meenam. Ik zeg wel steeds Lando Norris. Is dat Lando Norris? Weet ik niet zeker. Ik hou het gewoon bij Lando Norris. Dan komen we hier aan bij Blanchimont. Nog een paar meters te gaan. In de regen. We hadden geluk. We hadden echt veel geluk. 10 plekken gewonnen. We hadden een perfecte start. En dat betekent dat wij P2 pakken in België. En dan gaan we ons opmaken voor Italië. Thank you for all your hard work out there. That was a strong drive and a good finish. Well done. What a great race then, and what a magnificent victory here at the Belgian Grand Prix. So Anthony, what made the difference out there today? Rain always has the potential to liven up a race and mix up the order, and they've taken full advantage of that to claim the victory today. It's always a bit of a lottery when the conditions are like this, but they've managed to stay on circuit and have come out on top. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. De uitslag van de grote prijs van België, Valtteri Bottas wint de wedstrijd, wij dus naar het podium met een één-stopstrategie. Daniel Ricciardo naar P3, Verstappen pakt het snelste race-rondepunt. En Kimi Räikkönen krijgt driver of the day. Hamilton stelt teleur met een P6, Vettel op 3 ronden, niet gefinished. Kvyat en Albon de enige twee uitvallers. De Letras naar P17, nou niet slecht. Goed, maar heeft gewoon geprofiteerd van de fout van anderen. Oké, okay. P6 in het coureurskampioenschap, we klimmen richting Charles Leclerc. En P5 in het constructeurskampioenschap, we klimmen richting Racing Point. Goed gedaan. Rivaliteit breekt daar met mezelf en Kimi Räikkönen. Plus 4 voor mij, plus 3 voor Kimi, 20 voor mij en 15 voor Kimi met nog 3 wedstrijden te gaan. Dat ziet er goed uit. Team acclaim met mezelf en Louis de Letras. Level 8 mezelf, level 7 Louis, level 11 team.
Net geen level 12. Ach ja, boeien. Het is gewoon goed wat we doen. Helaas maar van één sponsor geld gekregen. Dat is jammer. Helaas wat schade gereden. 80k dus van de cash erbij gewonnen. Erbij genomen, erbij gewonnen. In totaal 4,97 miljoen dollar voor het team. Is goed, maar kan misschien beter worden in Italië. Je weet het maar nooit. Carl zegt, we hebben wat ruimte voor meer investeringen. Dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Hebben jullie genoten? Beloon het dan vooral met een like. Ben je nu op mijn kanaal en meer wekelijkse afleveringen van F1 2020 My Team Career Routine? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op alles aan, zodat je geen enkele video meer van mij missen. Reageer wat bekender moet worden. Volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnaam staan in de beschrijving. Dit was de Gino, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Routine. Ga verder in Italië.